Vincent van Gogh in het Franse gehad, ook in Nederland natuurlijk, uiteraard. Maar de Riedersbronstil tegenwoordig, die zijn grote vriend, zijn inspirator vindt in Vincent van Gogh. Zundert, zullen we zeggen. Maar dit is een wereldtekening, moet ik echt eerlijk zeggen. Dan luidt de vraag, Rinus Blomsteel, die dit werk heeft gemaakt. Waardoor heb je je nou precies laten inspireren? Door het leven. Door het leven van Vincent van Gogh? Nee, niet alleen. Gewoon door het leven. En er zit Van Gogh, die sijpelt ook in mijn leven. Maar je kunt zeggen dat Van Gogh toch een ander leven heeft geleid. Nou, hij heeft wel hetzelfde leven als mij geleid. Hè? Maar vertel, waar zie jij de parallellen? Vincent van Gogh, die had een broer Theo en die werd daardoor gefinancierd. Ook niet een vetpot. Nee. En ik ben nog nooit niet gefinancierd geweest door iemand anders. Maar je hebt het, dan kun je zeggen, je hebt het op eigen kracht gedaan. Ja, zeker. Autodidact en eigen kracht. Maar daarom heb ik ook deze hele mooie Van Gogh, een tekening van Vincent van Gogh, op een jonge leeftijd getekend. Omdat ik ode aan Vincent van Gogh. Voor zover je in goede geesten en weet ik van wat, welkom in de zweefmolen gelooft, zou je... Wat denk je? Wat zou Vincent van Gogh ergens, waar dan ook, van dit verhaal vinden en van jouw werk vinden? Ja, dat is niet zo moeilijk, Jannie. Kijk, ik heb een paar jaar geleden ben ik naar Auvers-sur-Oise gegaan, naar het graf van Vincent van Gogh. Ik ben Santiago-route, fietsenroute van Rotterdam naar Santiago. Op de terugweg heb ik heb een brief geschreven van in Rotterdam. Die heb ik op zijn graf gelegd van Vincent van Gogh, op de terugweg. Ja. Ja. En ik denk dat Vincent van Gogh een moeilijke gozer, maar wel een vriend. Zou een vriend van me kennen. Ja, maar jij bent ook een moeilijke gozer. Ja, geen gemakkelijke man. Nee, dat is ook geen gemakkelijke man. Ja, maar wel iemand die toch mooie kunstwerken maakt, hè? Nou ja, dat hoop ik. Maar nou, dat hoop ik. Merk je daar wat van, dat mensen je werk waarderen? Nou, ik ben altijd wel heel erg, natuurlijk heel veel waardering, maar ik ben wel een onzekere man. Waarom? Altijd gewoon onzeker. Maar kwaliteit bewijst zich toch? Ja, nou ja, maar goed. Maar dat laat ik liever aan andere mensen over. Oké. Want zou ik te arrogant vinden om te zeggen. Je bent typisch Nederlands eigenlijk, hè? Nou, ik ben wel een Calvinist, maar kan je het weg, anders had ik niet meer onderschilden wij hier. Nee, dat is waar. Wim de Boek, nog daar wat aan toe te voegen? Nou, ik wil alleen maar zeggen dat de term is al eens eerder gevallen, ook naar u zelf toe, mevrouw. Maar dit is de enige echte onvermijdelijke Rinus Blomstel, het schildersbeest van Rotterdam. En dat schildersbeest, dat hangt bij mij in veelvoud ook aan. En dan wil ik er ook bij zeggen... Als ik in de pijp uitgaat, wordt hij opgezet. Want Willem zeggen, kijk, twee vrienden om me heen, Wim en Vlechten. We kennen elkaar al minstens 3 decennia. Die jongens die werkten er vroeger bij, op de Stadsradio. En ik kan me nog herinneren dat ik Jan al veel eerder kon, want die werkte bij de overheid. Ja. Wim kwam ik bij een kroeg tegen de vliegende... Nee, jij was in Sieremans, was hij aan het voorbereiden voor een tentoonstelling. Kijk, ook een kunst-hangout, kunst, hè? Ja, nou die Rinus Blomsteel, dan ben ik waarschijnlijk morgen om bij jou een tentoonstelling een interview te doen. We zijn heel leuk in. En wij hebben samen toen heel wat samengewerkt. We hebben samen ons keer een eigen café opgericht. Café hebben we opgericht. Café Blomsteel in de Broek. Ja, café en, en Jan is natuurlijk ook een... met Jan is ook heel veel natuurlijk, hè? En er zijn eigenlijk veel te weinig woorden die ik ervoor kan doen. Dus ook met mijn vriend Wim en ook met Jan. Laten we eerlijk wezen, je hebt ook in Noorden hebben we wat gedaan. Je hebt een hele mooie tentoonstelling gemaakt bij het schuisje. We hebben een hele mooie voorwoord gedaan. Ja, weet je wat het is, Jannie? Ik kon 1001 praten over deze twee vrienden. Maar mijn woorden komen altijd tekort. En?